van de helfuur, van deze twee zaken wordt hij beschermd. Van nifaq en van de helfuur. Want iemand die dat lukt, dat is iemand die ikhlas heeft. Alleen zo iemand, ja, die kan dat bereiken. Dat hij 40 dagen lang met de imam takbirat al-ihram yani haalt, dat is niet makkelijk. Dat is niet zo makkelijk. En daarom was het ook zo bij de salaf, was het bekend bij de salaf, als iemand van hun takbirat al-ihram miste, als iemand van hen de openingstakbir miste met de imam, dan condoleerde hij zichzelf 3 dagen. En yani, was musiba, was gewoon iets, een ramp, als iemand van hun yani de takbirat al-ihram miste met de imam. Dat zagen zij als een ramp. Daarmee yani, condoleerde zij zichzelf 3 dagen, zoals is overgeleverd, van een aantal van de salaf. En ook zei Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah, ook van de tabi'in. Hij zei, als je iemand ziet die niet zoveel, yani, niet zoveel tijd geeft aan takbirat al-ihram, die makkelijk doet over takbirat al-ihram, en hij denkt van, yani, als ik maar het gebed haal, of als ik maar yani, iets haal van het gebed, yani, hij houdt er geen rekening mee met takbirat al-ihram. Hij zegt, als je zo iemand ziet die daar makkelijk over doet, hij zei, yani, was je handen maar van hem. Yani, verwacht niet veel goeds van zo'n persoon. Zo waren het zelf, als het ging om takbirat al-ihram en om het gebed in de moskee. En daarom zei Ibn Hajar, rahimahullah, hij zei dat het halen van takbirat al-ihram, hij zegt, is sunnah mu'akkada. Hij zegt, is sunnah mu'akkada. Yani, een strikt aanbevolen sunnah om de gebeden te halen vanaf het begin. Om met de imam te bidden, vanaf het begin dat hij yani, het gebed opent. Dan is het schrijver, hafidahullah ta'ala, hij zei, waqarib. Hij zei, wa takbirat al-ihram, wa tahduru salama al-jama'a min awaliha. وقارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة وقارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة لتكثر حسناتك ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة متفق عليه. De schrijver, hafidahullah ta'ala, zei daarna, hij zei, als je naar de moskee gaat, hij zei, maak kleine stappen. Maak geen grote stappen, maar hou je stappen gewoon normaal. Beetje dicht bij elkaar. Hij zei, want hoe meer stappen je maakt, yani, hoe meer ajr je krijgt. Hoe meer ajr, yani, en meer beloning je krijgt. En die hadith hebben we net al opgenoemd. Maar hier noemt de schrijver hem op. Hij zei, want in Bukhari staat en in Muslim, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, degene die de wudu verricht in zijn huis, verhechten de wudu, dat hij de wudu op een goede manier verricht, en daarna vertrekt naar de moskee, en niets anders vertrekt hem, of niets anders laat hem vertrekken, behalve het gebed. Hij zei, elke stap die hij verricht, elke stap die hij doet, zal hij worden verhoogd met een gradatie, en zal er een zonde van hem gevist worden. Dus het veelvuldig maken van stappen, kleine normale stappen maken, dat vermeerdert de beloning. Want hoe meer stappen, hoe hoger de beloning. Dan is het schrijver, hafidahullah ta'ala, فَإِذَا وَصَلْتَ بَابَ الْمَسْجِدِ فَقَدِّمْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى عِنْدَ الدُّخُولِ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. Dan zei de schrijver, hafidahullah ta'ala, als je aankomt bij de moskee, met de deur van de moskee, hij zegt, ga dan naar binnen met je rechtervoet. En je gaat naar binnen, treed de moskee in met je rechtervoet. En de regel, al-qa'ida is, algemene regel is, als iemand yani, van ergens komt en ergens naartoe gaat, als hij naar een betere plek gaat, een betere plek binnen gaat, begint hij altijd met zijn rechtervoet. Zijn rechtervoet krijgt altijd voorrang bij betere plekken. Bij slechte plekken begint hij met zijn linkervoet. Of minder, hoeft geen slechte plek te zijn, maar het kan gewoon minder goed zijn. Bijvoorbeeld als hij uit de moskee komt, gaat hij naar buiten. Buiten is in principe geen slechte plek, maar de moskee is beter. Dus dan begint hij met zijn linkervoet. Dus bij goede, bij betere plekken,
wordt altijd krijgt altijd de rechtervoet krijgt altijd voorrang bij betere plekken. Krijgt altijd de rechterbeen voorrang op de linkerbeen. Dit is een algemene regel, yani, bij alles. En Imam al-Bukhari, rahimahullah, heeft in zijn sahih een hoofdstuk aangehaald. En hij zei als titel, Bab at-tayammun fi dukhul al-masjid wa ghayrih. At-tayammun fi dukhul al-masjid wa ghayrih. Hij zei, Bab, yani het beginnen met rechts, bij het binnentreden van de moskee en bij andere zaken. Dus niet alleen bij het binnentreden van de moskee, maar ook bij andere zaken die ook een betere plek zijn dan waar je al was. Dan waar je al was. En daarna heeft Bukhari, nadat hij deze en die titel heeft opgenomen in zijn hoofdstuk, zei hij, Wakana ibn Umar, Wakana ibn Umar, yabda'u bi rijlihi al-yumna, wa idha kana ibn Umar, yadkhulu bi rijlihi al-yumna, wa idha kharaj, bada'a bi rijlihi al-yusra. Daarna zei al-Bukhari, of Bukhari herhaalde deze athar aan van Ibn Umar radiyallahu anhuma. Hij zei dat Ibn Umar, als hij de moskee binnenging, dat hij begon met zijn rechtervoet. Dat hij naar binnen ging met zijn rechtervoet. Als hij naar buiten kwam van de moskee, kwam hij naar buiten met zijn linkervoet. Zijn rechtervoet blijft dan nog in de moskee. Zijn rechtervoet blijft dan nog in de moskee. Dus bij binnengaan begin je met rechts. En naar buiten begin je met links. En Imam al-Bukhari heeft toen ook hadith Aisha opgenoemd in deze, onder deze onderwerp. Hadith Aisha radiyallahu anha, waarin ze zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ervan hield om, van alles, om met alles te beginnen met rechts. Kan de Nabi sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu at-tayammun fi kulli shay, fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi sha'nihi kulli. De profeet sallallahu alayhi wa sallam hield ervan om met rechts te beginnen als het ging om het aandoen van schoenen, fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi. Tarajjul is het kammen van haar. Het kammen van zijn haar begon hij aan de rechterkant. Fi tana'ulihi wa fi tarajjulihi wa fi tuhurihi. Bij het verrichten van el wudu of el ghusl begon hij aan de rechterkant. Wa fi sha'nihi kullih. En bij al zijn zaken hield hij ervan om met rechts te beginnen. En ook noemde hij athar op Anas. Anas radiyallahu anhu sahabi. Hij zei, min as sunnah. Anas zei, min as sunnah idha dakhalta al masjid an tabda'a bi rijlika al yumna. An tabda'a birrijlika al-yumna. Anas radiyallahu anhu, sahabi, hij zei, het behoort tot de sunna, wanneer je de moskee binnentreedt, dat je binnen gaat met je rechtervoet. En wanneer je eruit komt, wanneer je naar buiten gaat, dat je dan de linkervoet voorrang geeft op de rechtervoet. Tayyip, als je dan binnenkomt in de moskee, dan zei de schrijver, dan zeg je bismillah. Je zegt bismillah. Dus wanneer je met je rechtervoet naar binnen gaat, zeg je bismillah. A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Tot hier, deze hadith staat yani in Abu Dawood en is sahih verklaard door Sheikh al-Albani. Zonder bismillah. Zonder het begin bismillah. Maar die stukje bismillah staat in andere hadith. Hadith Fatima bint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dan zei hij, Allahumma salli ala Muhammad. Ook deze stuk staat in hadith Fatima, die we nog gaan opnoemen inshallah. Dan zegt hij, zeg je Allahumma gfirli dhunubi, waftahli abwaab rahmatik. Waftahli abwaab rahmatik. En hadith Fatima radiyallahu anha, zegt de profeet sallallahu alayhi, zij zegt, kan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha dakhala al masjid, yaqulu bismillah. Yaqulu bismillah, assalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli dhunubi, وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله السلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. Deze hadith, hadith Fatima, de dochter van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als hij de moskee binnenging, zei hij بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. Als hij naar buiten ging, zei hij, bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dhunubi, waftahli abwaaba fadlik. Dus deze is ook overgeleverd. Dus als je zegt, Allahumma salli ala Muhammad, of Allahumma sallim ala Muhammad, Allahumma gfirli dhunubi, waftahli abwaaba
رحمتك وافتح لي أبواب رحمتك أن أشياء نبالت خات زخيا وإذا أردت الخروج صيف زي وإذا أردت الخروج فقدم رجلك اليسرى أشد مسكي بالت خات دم بخية مت لينكس مت لينكر فوت عند بفايزة بفنت أبخنومت فان عند أندر بخاري أن ابن عمر أن أنس هذاي وقول الدعاء الذي قلته عند الدخول هذا أن زخ زخ الحمد لله هذا أن زخ دزاف الدعاء فني نبالت خات زو أص دي دعاء توينا بيت توينا بنخي ماري متزخة in plaats van اللهم افتح لي أبواب رحمتك زخية وافتح لي أبواب فضلك وافتح لي أبواب فضلك وفي زخت حمك الله وفي زخت اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم وذلك لأن المسجد محل الرحمة وخارج المسجد محل الرزق وهو فضل من الله أعزائي فرم زخية إن بخير أشد مسكي بين خات زخية اللهم افتح لي أبواب رحمتك إزاخت أو الله أني ماكت مايد دير أوبن أيو خنادة أند برم هارت خايت هذا هون المسكي اسم بلك فان برم هارت خايت أند بلك فان خنادة هذا هون وني نبعت خات زخية اللهم إني أسألك من فضلك أوف اللهم افتح لي أبواب فضلك يعني ماكت ماي يو دير أوبن أيو خنست هذا هون بيته buiten de moskee, daar is de plek van de risk. Yani risk. Mensen gaan op zoek naar hun, naar de gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. En ze gaan op zoek naar voorziening en naar risk. Daarom doe je ook deze dua. Dit is, zoals jullie zien, yani, komt dat goed overeen met de situatie waarin iemand zit. Daar is het schrijver, hafidhahullah ta'ala. Hij zei, فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدِ فَلَا تَجْلِسْ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. دلت سخرايفر حفظه الله تعالى هزاي أن أشد المسكي بينكم نادش المسكي بينهم يخكومة أي بديز دعاء خدان هزاي خانيت زيتا تضطش تفي ركعات بيت حتى تصلي ركعتين تفي ركعات بيت عنديز ركعتين ديز تفي deze twee yani rak'aat worden tahiyyat al-masjid genoemd. Worden tahiyyat al-masjid genoemd. De begroeting van de moskee. Hij zegt van de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: "Idha dakhala ahadukum al-masjid, als iemand van jullie de moskee binnengaat, fala yajlis. Laat hem niet gaan zitten." En dit is een verbod, nahi. Fala la is nahi hier zo. Hij zegt fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Laat hem niet gaan zitten totdat hij twee rak'at bidt. Hatta yusalliya rak'atayn. En zoals ik net zei, fala yajlis. Hier heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam het afgeraden om te gaan zitten totdat iemand twee rak'at bidt. Tahiyyat al-masjid bidt. Tenzij iemand niet wil gaan zitten, maar hij komt de moskee binnen en hij wil eruit gaan. Zo iemand hoeft geen tahiyyat al-masjid te bidden. Maar als hij naar de moskee komt en hij wil gaan zitten, dan bidt hij eens twee rak'aat en dan gaat hij zitten. En deze twee rak'aat mogen ten alle tijden gebeden worden wanneer de moskee, wanneer iemand naar de moskee binnenkomt. Ja, niet ten alle tijden, wanneer hij de moskee binnenkomt en hij wil gaan zitten, dan bidt hij twee rak'aat. Dan bidt hij twee rak'aat. Of dan na het dhuhr is, of voor het dhuhr, of na al-asr, of voor al-asr. En ook op de tijden dat het is afgeraden om te bidden, zoals na al-asr tot aan maghrib, yani wordt deze twee rak'aat ook gebeden. Want deze twee rak'aat worden gebeden om een reden. En die reden is dat iemand wil gaan zitten in de moskee. Dus dan bidt hij eerst voordat hij gaat zitten in de moskee. Dan bidt hij eerst voordat hij gaat zitten in de moskee. Dan zei de schrijver, hafidahullah ta'ala, nadat hij deze twee rak'aat heeft gebeden, hij zei, thumma yajlis, of thumma tajlisu tantadhiru salah. Thumma tajlis, tantadhiru as-salah. وليكن أو فلتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن وتجنب العبث كتشبيك الأصابع وغيره فقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان دنس سخرايفر حفظه الله تعالى
هذا ما نريد بينكم من المسكي هي بتفي ركعات خبيدة ان دون زيتش هذاي وقت دون بتخبات ثم تجلس هذاي وقت ان زيت ان وقت وقت وبتخبات ما زوز كنت زي إيمان دي وبتخبات وقت إزوز إيمان دين خبات إس إزوز إيمان دين خبات إس دو بروفيت صلى الله عليه وسلم زي إن أحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث دو بروفيت صلى الله عليه وسلم زغت أو فلت وقت وبتخبات هذاي إن أحدكم في الصلاة إيمان فيولي سنة خبات زولان هاي وقت وبتخبات زولان يعني هاي دار زيت إن وقت وبتخبات عند الملائكة أصي إيمان وقت وبتخبات إن المسكي دي ملائكة دي دون دعاء فرهم دي زخة اللهم اغفر له دي ملائكة فراخ الله سبحانه وتعالى ومزون برسون تفرخيفة زخة اللهم اغفر له اللهم ارحمه أو الله فيسهم خنادخ أن فيسهم برم هارتخ Zolang iemand, yani, wacht op het gebed, en zolang hij zich niet gaat bezighouden met andere dingen, en zolang hij niet opstaat, en zolang hij niet zijn wudu verbreekt, als dat zijn situatie is, dan doet de malaika, yani, dua voor hem. En daarom zei ook een van de geleerden, Ibn Battal, Allahu A'lam, in Sahih al-Bukhari, hij zei, als iemand van jullie wil dat de malaika dua voor hem doen, laat hem dan gaan wachten, of laat hem dan gaan zitten in de moskee, en wacht op het gebed. Hij zei, wacht maar op het gebed, Zolang je wacht op het gebed, zullen de malaika yani voor jou het dua doen. Ze vragen Allah subhanahu wa ta'ala jou barmhartig te zijn en jou genadevol te zijn. En ook zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een andere overlevering, in Muslim. En de vorige overlevering staat in Bukhari. Hij zei, La yazalu al-abdu fi salah ma kana fi musallah yantadhiru salah. Hij zei, zoals de vorige overlevering, hij zegt iemand, een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala, is in het gebed... Zolang hij op het gebed wacht. Zolang hij, yani, op het gebed wacht. En de malaika, die doen voor hem, die vragen voor hem vergiffenis bij Allah subhanahu wa ta'ala. En ze vragen Allah subhanahu wa ta'ala om hem genadevol te zijn. En de schrijver, hafidahullah, hij zei, en als je wacht op het gebed in de moskee, hij zegt, wees dan bezig met dhikrullah azza wa jal. Hij zegt, wat tilawat al-Quran. Hij zegt, laat je dan Wees dan bezig met zikrullah, met het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Met het reciteren van de Koran. Hij zegt, en laat je niet afleiden. Laat je niet afleiden door andere zaken. Hij zegt, ga niet je vingers, zoals ik net zei, in elkaar steken. Zo wachten. Deze, op deze manier. Ja, die vingers, de vingers in elkaar steken tijdens het wachten op het gebed is afgeraden. Hij zegt, want de profeet sallallahu alayhi wa sallam... heeft dat afgeraden. Hij zei, dit is iets van de shaitan. Hij zegt, in de tashbik, min de shaitan. Dus iemand die wacht op het gebed, die wacht op een goede manier, het reciteren van de Koran, het verrichten van adkar, of van dhikr, dhikrullah azza wa jal, het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala, het lezen van de Koran, of het lezen van een ander boek, of iets anders. Yani, hij houdt zich bezig met aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is in principe eigenlijk een voorbereiding op het gebed. Want, Na als het gebed begint, dan staat hij voor zijn schepper. En hij heeft zich voorbereid met ook andere aanbiddingen. En zoals je nu heel veel in de moskee ziet, dat heel veel mensen yani, tijdens het wachten op het gebed, worden ze afgeleid en praten ze met elkaar. Sommigen verheffen de stem, sommigen lachen, sommigen praten over zaken van het dunya die in principe yani, geen nut hebben. Dat hoor je vandaag de dag veel, vooral bij de awam, yani, die geen kennis hebben. En dit is hun, dit is eigenlijk hun bezigheid tijdens yani, het wachten op de imam. Zo iemand kan beter yani, buiten wachten. Want dan valt die andere mensen niet lastig. De schrijver zegt ook hier zo van, als je op het gebed wacht. Hij zegt, laat dan niet yani, jouw bezigheid zijn dat je bezig bent met het dunya. Of dat je praat over dunya zaken. Yani, tijdens op deze moment. Maar hij zei, zoals ik net zei, hij zei, hou je bezig met de dhikr, met het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala, met het reciteren van de Koran, en laat je niet afleiden door andere zaken. Dan is hij de schrijver, hafidahullah, hij zei, wa idha uqimati salah, hij zei, als de salah, als de muadzin iqama doet, yani de iqama,
فرد خبت هذا فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإذا قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك، هذا إن كان المأموم إذا كان هذا إذا كان المأموم يرى الإمام، فإن كان لا يراه حال الإقامة فالأفضل أن لا يقوم حتى يراه. Dan zei hij over wanneer moet je opstaan voor het gebed. De iqama is nou begonnen. Wanneer sta je op voor het gebed? Hij zei, sta op wanneer de muaddin zegt, qad qamat as-salah. Als de muaddin begint met iqama, zegt hij, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammad rasulullah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, qad qamat as-salah. Hij zegt, sta hier op. Wanneer hij zegt, qad qamat as-salah, yani de salah is begonnen, dan moet je opstaan. Hij zegt, en als je opstaat van het begin van de iqama, is ook geen probleem. Als het gaat om het opstaan van, naar het gebed, is in principe, en in zover ik weet, niets overgeleverd. De geleerde zegt dat ook, er is niets overgeleverd van dat. Behalve dat je moet opstaan wanneer je de imam ziet. Dus niet, yani, als het gaat om de iqama, is niet overgeleverd wanneer je moet opstaan. In het begin of op het einde of in het midden. Maar er is wel overgeleverd dat je opstaat wanneer de imam zit. Wanneer de imam zit aankomen, sta je op. Of wanneer de imam staat, en sta je op, kan je al opstaan. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen de sahaba, La taqumu hatta tarawni. Hatta tarawni. Yani sta niet op, totdat jullie mij zien. Met andere woorden, ga niet alvast in de rij staan als de imam er nog niet is. Als de imam nog niet is gekomen, ga niet in de rij staan, alvast rijen maken. Yani, want dat lijkt net of iemand yani, ongeduldig is ook. Maar ga pas opstaan als die imam aanwezig is. Dus als die imam ziet en hij is aanwezig, dan sta je op voor de iqama. Dan zei de schrijver, hafidahullah, hij zei, Eyyuhal muslim, ihris an takuna fi saffil awwal. Faqad qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, Law ya'lamu nnaas ma fi nida wa saffil awwal, thumma lam yajidu illa yastahimu alayh, lastahamu, muttafaqun alayh. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصفوف وخير صفوف الرجال أولها وآخرها خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. The Prophet صلى الله عليه وسلم of the schrijver حفظه الله hij zegt wees attent dat je of zorg ervoor dat je in de eerste rij bidt, dat je in de eerste rij bidt. Hij zegt van de Prophet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. Als de mensen wisten wat voor beloning er was voor een nida, hier wordt de adhan mee bedoeld. Yani als de mensen wisten wat de beloning was van de adhan en van de eerste rij, als ze werkelijk wisten wat de beloning daarvan was, hij zei, als ze dat wisten, dan zouden zij geen yani andere keus hebben, of geen andere mogelijkheid hebben, dan dat ze gaan loten. En die zouden loten voor die eerste rij of voor adhan. Waarom? Als iemand weet bijvoorbeeld dat het zoveel beloning heeft, dan is het de meest rechtvaardige om te loten. Want als iemand loot, dan heeft iedereen yani, kans. Of is eerlijk. En wie dan yani, eruit komt, of de winnaar is, dat is qadar. En dan houdt iemand of legt iemand zich daarbij neer. Qadarullah. Dus yani, hij zei van, als jullie wisten wat de beloning was van het saf al-awwal en van al-adhan, dan zouden jullie geen andere mogelijkheid hebben dan dat jullie erom zouden loten. Rawahu al-Bukhari en Muslim. Dit is wat betreft de eerste rij voor de mannen. Voor de vrouwen is niet aanbevolen om voorin of om dicht bij de mannen te bidden. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een andere overlevering in Sahih Muslim, hij zei khayru sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khayru sufufi nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. De profeet sallallahu alayhi wa sallam in deze overlevering in Sahih Muslim zegt hij dat de beste rijen van de mannen, dat zijn de voorste rijen, en de slechtste rijen voor de mannen, dat zijn de laatste rijen. Hij zegt, en de beste rijen voor de vrouwen, dat zijn de laatste rijen. En de slechtste rijen voor de vrouwen zijn de voorste rijen. Dus bij de vrouw is het precies omgekeerd.
Waarom? Allahu alam, ik denk omdat de laatste rijen van de mannen zijn dicht bij de vrouwen. En dicht bij de vrouwen. En de voorste rijen van de vrouwen zijn weer dicht bij de mannen. Dus om dat yani, te voorkomen, zijn de beste rijen van de mannen voorin. Dan yani, ontwijk je de fitna. En de slechtste rijen dan achterin. Plus de beste rijen van de mannen zijn meestal de mensen die vroeg komen. En het is aanbevolen om vroeg te komen naar de moskee. Dus de beste rijen van de mannen zijn de voorste rijen. En de beste rij is de eerste rij. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam yani, heeft gezegd. Dan zei de schrijver, hafidhahullahu ta'ala, hij zei, wahris ala al-qurb min al-imam. Faqad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, liyaliyani minkum ulul ahlami wa nuha. Hada bin nisbati al-rijal, wa amma bin nisbati lil-mar'a, fassaffu al-akhir min sufufi al-nisa afdalu laha. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, خير صفوف النساء آخرها لأن ذلك أبعد لها عن رؤية الرجال. Schrijver حفظه الله تعالى zei ook daarna, hij zei, en zorg er ook voor dat je dicht bij de imam bent. Dicht, yani bij de imam, bid. Daarom zeggen ook sommige geleerden, zoals Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, hij zegt, dicht bij de imam bidden is beter dan aan de rechterkant. Ja, je hebt een rij. Een rij heeft rechts en links. Sommigen zeggen dat de rechterkant beter is dan de linkerkant. Sheikh Ibn Uthaymeen zegt van, beter is, hoe dichtbij iemand is bij de imam, dat is beter voor hem. Ja, van als hij aan de linkerkant is, maar dichter bij de imam dan rechts, is beter om links te bidden, en aan de linkerkant van de rij, dan rechts. Ja, hij zegt, ja, zeg maar, waar het om draait is hoe dichter iemand bij de imam is, yani hoe beter. Hoe dichter iemand bij de imam is, yani hoe beter. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, liyaliyali minkum ulul ahlami wa nuha. Hij laat degene die achter mij zijn, die achter mij bidden, direct achter mij bidden, hij zegt, laat dat de mensen zijn met kennis. Mensen met kennis, die horen eigenlijk achter de imam te bidden. Yani als het nodig is, kunnen ze verbeteren, of als het nodig is, kunnen ze hem overnemen. En achter de mensen die achter de imam bidden, moeten de mensen zijn met kennis. Maar dat betekent niet dat er plekken voor hun moeten gereserveerd worden, dat ze als laatste kunnen komen. Nee, dat betekent juist dat zij yani, als eerste moeten komen. Zulke mensen met kennis, die moeten als eerste naar de moskee komen, zodat ze achter de imam kunnen bidden. Want achter de imam horen zulke mensen te staan die kennis hebben, en die als nodig is de imam kunnen verbeteren of kunnen overnemen. En hij zei dus ook over de vrouwen, wat ik net zei. Hij zei, dit geldt voor de mannen. Wat betreft de vrouwen zijn de beste rijen, de laatste rijen. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft het gezegd in de overlevering die ik net opnoemde. Hij zegt, want de reden daarvoor, wat ik net zei, van dat misschien zo ontwijk je fitna. Hij zei, لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْعَدُ لَهَا عَنْ رُؤْيَةِ الرِّجَالِ. Waarom zijn de beste rijen van de vrouwen, voor de vrouwen, de laatste rijen? Want dat zijn de verste rijen van de mannen. Zeg maar, als ze achterin bidt, dan kunnen de mannen haar niet zien. En omgekeerd. Dus daarom zijn de beste rijen voor de vrouwen, zijn de laatste rijen. Dan is het schrijver, hafidhahullahu ta'ala, hij zei, وَيَتَأَكَّدْ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْمُصَلِّينَ الْإِهْتِمَامِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ. قال صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة متفق عليه وفي حديث آخر لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وتسوية الصفوف هي تعديلها بمحاذات المناكب والأكعب. درس الشريف حفظه الله تعالى هاي زخت. En het is strikt aanbevolen voor de imam om zich bezig te houden of om rekening te houden met de rijen. Met het goed recht maken van de rijen. Hij zegt, أكد في حق الإمام والمصلين. En ook de mensen, de moskeegangers die bidden, dat ze rekening moeten houden met de rijen. Dat de rijen yani, goed zijn, in goede staat zijn. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, سووا صفوفكم. Dit is amr. Dit is een bevel. Hij zegt, سووا صفوفكم. Yani, maak jullie rijen recht. فإن تسوية الصفوف
min tamami salah. Yani het recht maken van de rijen, dat is een onderdeel, of dat behoort tot een compleet gebed. En in een andere overlevering zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ. Dit is een straf. Hij zei van, of jullie maken jullie rijen recht, yani of Allah subhanahu wa ta'ala zal jullie gezichten van elkaar laten verschillen. In een andere overlevering, أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Dat jullie harten gaan verschillen. Kijk wat voor, subhanallah, yani, wat voor straf zo iemand kan krijgen. Dat ze gaan verschillen van hun harten. En als je ziet nu de dag van vandaag, yani, is het vaak het geval. Heel veel moskeeën, yani, die houden geen rekening met het rechtmaken van de rijen. Yani, van de rijen. Hier misschien zie je dat nog heel goed. Yani, hier valt wel mee. Maar in sommige landen is dat heel veel. Yani, ze houden geen rekening met het rechtmaken van de rijen. Ze bidden gewoon. Ze plakken hun voeten niet aan elkaar. Ze houden afstand van elkaar. En Allah subhanahu en de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt hier: "O la yukhalifanna Allah bayna wujuhikum." En in riwaya, een andere overlevering, bayna qulubikum. Dat Allah subhanahu wa ta'ala hun laat verschillen. En dat is ook gebeurd. Yani, de moslims tegenwoordig, als je ziet, ze verschillen. Ze verschillen, yani, ernstig. Grote verschillen. Verschillen in aqida, verschillen in manhaj, verschillen in ibadat, verschillen in politiek. Ze verschillen in alles, verschillen ze. Dat komt omdat ze zich niet houden aan de wet van Allah subhanahu wa ta'ala. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami salah. En in andere hadith, hadith Anas, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, aqimu sufufakum. Hij zei, aqimu sufufakum. Maak jullie rijen recht. Hij zei, fa inni arakum min wara'i dhahri. Hij zei, want ik zie jullie van achter mijn rug. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt dat de sahaba, hij zegt, maak jullie rijen recht, want ik zie jullie vanaf achter mijn rug. Toen zei Anas ibn Malik, rahimahullah, radiyallahu anhu, hij zei, وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. Anas ibn Malik, de overleveraar van deze hadith, hij zei, toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat zei, hij zei, plakte, yani wij, de sahaba, onderling, ze plakten hun schouders tegen elkaar. De ene legde de schouder tegen de ander. De schouders tegen elkaar en de voeten tegen elkaar. Zo stonden ze in de rij. Schouders tegen elkaar en voeten tegen elkaar. En deze overlevering staat in de Bukhari. En Abu Dawood, rahimahullah, hij heeft ook een andere overlevering overgeleverd. Van dat Nu'man ibn Bashir, ook een sahabi, radiyallahu anhu, hij zei, radiyallahu anhuma, hij zei, fara'aytu ar-rajul, Nu'man ibn Bashir, hij zei, fara'aytu ar-rajul, toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, hij zei, fara'aytu ar-rajul, yelziqu mankibahu bimankibi sahibihi, wa rukbatahu birukbatihi, wa ka'bahu bika'bihi. Hij zei toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, yani, ons opdracht gaf om de rijen recht te maken, en hij zei toen van, ik zie jullie van achter mijn rug, zei Nu'man ibn Bashir, dat de sahaba, het verkenner van Arfara'aytu al-Rajul, hij zei, ik zag een sahabi, een persoon, een man, hij zei dat hij zijn voet plakte, of zijn schouder plakte tegen de schouder van zijn buurman. En zijn knie tegen zijn knie. En zijn enkel tegen zijn enkel. Zo, yani, deden ze dat, de sahaba, radiyallahu anhum. Dan zei de schrijver, hafidhahullahu ta'ala, hij zei, ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا رواه البخاري ومعناه لاصق الصفوف حتى لا يكون بينكم فرج فالمراسة التصاق بعض المأمومين ببعض ليتصل ما بينهم وينسد الخلل فلا تبقى فرجات للشيطان. Dan zei de schrijver, hafidhahullahu ta'ala, hij zei, een onderdeel, yani, van het rechtmaken van de rijen is het dichtmaken van de openingen tussen de rijen. Hij zei, saddul furaj. Saddul furaj, dat is het dichtmaken van de rijen, of het dichtmaken van de openingen tussen de rijen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei hierover in de overlevering, hij zei, aqimu s-sufuf. Hij zei, aqimu s-sufuf. وحادوا بين المناكب والأقدام.
وفحاذ بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. Days of Laboring of Hadith Abu Dawood. That is that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam أقيموا الصفوف, make the right recht, وحاذوا بين المناكب والأقدام, and bring the الاسخاو دو استخل الكار وفسخاو مناكب ستخين أقدام باي وسدوا الخلل and make the opening dicht, the opening to the foot moet dicht gemaakt worden. ولينوا بأيدي إخوانكم يعني and wees يعني wees goed of doe rustig aan onder elkaar, dus niet hard tegen elkaar in de rijen staan, dat is niet de bedoeling, maar op een rustige, zachte manier, zonder elkaar يعني daarmee pijn te doen of lastig te vallen. Hij zei ولا تذروا فروجات للشيطان, en hou geen openingen over voor de shaitaan. Hou geen opening over voor de shaitaan, En de profeet sallallahu alayhi wasallam zei ook tegen de sahaba, hij zag openingen en hij zei, zien jullie deze openingen? Hij zag, de shaitaan komt daartussen. De shaitaan, hij zag, komt daartussen. Zoals de kleine schaapjes daartussen kunnen komen. Yani, die kleine schaap, die gaat tussen kleine openingen. Hij zag, zo komt ook de shaitaan yani, daartussen, tussen die openingen. Dus deze openingen moeten dichtgemaakt worden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei daarna, man wasala saffan, wasalahu Allah, wa man qatar.